Aan de samenvloeiing van Maas en Waal staat sedert de 14e eeuw het slot Loevestein, dat op deze strategische plaats van grote betekenis is geweest in onze geschiedenis. Het uiterlijk van het slot heeft in de loop der eeuwen wel enige veranderingen ondergaan, maar toch staat het er nu nog net zo massief als ooit. En nog altijd trekt het ieder jaar een groot aantal bezoekers die zich in het oude kasteel en op de terreinen proberen te herinneren wat er in de vaderlandse geschiedenis allemaal op Loevestein is gebeurd. Lange tijd was het slot de staatsgevangenis van Holland. En vele edele geesten hebben er opgesloten gezeten. Van hen is de grote rechtsgeleerde Hugo de Groot, ofwel Grotius, de belangrijkste geweest. Geholpen door zijn vrouw Maria van Reigersberg en het dienstmeisje Elsje van Houweningen, wist hij in 1621 in een boekenkist te ontsnappen aan het uitzicht op de rivier die naar zijn vrije zee stroomt. En nog altijd staat er op Loevestein zo'n kist om de verbeelding te prikkelen. Het slot Loevestein is overigens al erg lang in ernstig verval. En uitgebreide plannen tot een hoognodige restauratie zijn thans eindelijk in uitvoering. Het dak wordt aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen en van nieuwe bedekking voorzien. De op vele plaatsen gescheurde muren worden eveneens hersteld. Zwakke plekken worden zorgvuldig verwijderd en daarna met groot vakmanschap opnieuw dichtgemetseld. Schuurstenen die waren ingestort worden nieuw opgetrokken. En overal is men thans doende, ook door het verwijderen van vroeger stijloos uitgevoerde restauraties, Loevestein in oude luister te herstellen, om dit monument uit onze geschiedenis weer voor eeuwen de tijd te laten doorstaan.